Yo Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon video. De Peony die ligt hier op de grond, het gaat niet helemaal goed met Peony. Peony zegt, het doet pijn, het doet ultra mega pijn, waar is mijn dochter Nia? Wat is er gebeurd met Peony? Hij is gevallen en zijn hoofd gestoten op een steen. Lekker bezig, Peony. Jij bent gymleader? Of ex-gymleader? Hij keek of zijn dochter achter die kleine steentjes was. Nou ja, en toen viel die. En de professor die vraagt, achter steentjes, is je dochter misschien een roly-coly? Oh, hij staat weer. Daar is hij weer. Oké, nou, top dat je er weer bij bent, Peony. Hoe is het voor de rest met je dan? Oh, hij wil weten of wij zijn dochter hebben gevonden. Nia. Ja, ik heb Nia gevonden, maar die is nog even aan het chillen in die grot. En die Peony, die zegt... Wah, cheers, Rick. Mijn naam is Peony. Zullen we samen gaan chillen? Want dat is ook wat Nia blijkbaar wilde. Nia wilde dat we gingen oppassen op Peony. Oh, en we krijgen zo'n leak-card. Hoorah, yeah, dit is Peony. Ik vind het wel een grappig karaktertje, hoor. Ik vind hem wel leuk. Nou, Rick, we gaan naar Freezing. Dat is een stadje hier vlakbij. Daar zijn we al doorheen gelopen als het goed is. Of niet? Ik weet het niet meer. We moeten in ieder geval hier naar buiten. Kijk, en we laten deze mooie grot voor nu even achter ons. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe je shiny legendaries kan vangen. Hoe je alle shiny legendaries kan vangen. Als je dat vet vond en als je meer wil zien, doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal, want hier zijn elke dag Nintendo video's. En Peony die is daar naartoe gerend. Oh, Audino, die moeten we even verslaan. Ik heb alleen mijn Pokémon nog niet geheeld volgens mij. Dit is niet heel handig. Earthquake op Audinootje. Audino is super chill om XP te farmen. Je krijgt hier lekker veel XP van altijd. En op zich is dit een makkelijke Pokémon om te verslaan. Dus als je snel wilt trainen, ga Audino's verslaan. Kijk maar, hoppakee. 6800 maar liefst voor Mamoswine. En Altaria die gaat een leveltje omhoog. Freezington. Ik denk dat het hier naar beneden is. Dit zal inderdaad wel Freezington zijn. Hallo mensen van Freezington. Ja, dit is inderdaad Freezington in de Crown Tundra. En hier groeit iets. Wortel, peen, misschien wel peer. Degene die mijn Mario Sunshine video hebben gezien, die snappen de grap. Deze meneer zegt, hey, hallo, is er weer een bezoekertje hier zo? Ik ben de burgemeester van Freezington. Hier komen niet zo vaak bezoekers, want het is hier super koud. Maar wil je wat leren over de legende van de koning van de Bountiful Harvests? Oftewel, bepaalde oogsten. En de burgemeester zegt, ja, er komen heel veel mensen hier naartoe. Maar het is eigenlijk gewoon een sprookje. Maar nu je het hebt gered hier naartoe, dan moet ik je Freezington's specialiteit wel even geven. En dat is een boatneck sweatshirt. En daarop staat de afbeelding van de koning van de Bountiful Harvests. We moeten eventjes naar dit beeld, want daar staat hoe de koning eruit zag. En vanaf nu kunnen we ook weer Pokémon gewoon lekker laten lopen in de Crown Tundra. Ja, de burgemeester heeft toestemming gegeven. Peony die roept ons nu weer, die staat daar blijkbaar bij. Zijn huisje te zwaaien. Ik kom eraan, Peony. Even rustig aan, jongen. Kijk, en Mamoswine, die is nu achter ons aan het lopen. Wat een grote Pokémon is dit, jongen. Holy shit. Ik vind deze echt wel tof, hoor. Maar Mamoswine, die is niet uit deze DLC. Dus eigenlijk moet ik Mamoswine weer verwijderen uit mijn team. Hallo, Peony. Wat ben jij hier nou weer allemaal aan het sjouwen, jongen? Hij zegt, hier ben je. Dit wordt ons verblijf. Oké, helemaal goed. Ik zie een mooi tv'tje daar. Lekker boekenkassie. Ja, helemaal... Oh, wacht even, kittens jongens. Kittens. Kijken jullie liever naar de kittens in de achtergrond dan naar Grookey, denk ik, of niet? Ik ga je vertellen wat het Peony verkenningsteam allemaal inhoudt. Er zijn een hoop mysterieuze legendes. Bijvoorbeeld, een Pokémon met een heel groot hoofd. Net, ja, dat is dus de King of Bountiful Harvests. Maar er zijn ook drie legendarische vliegende Pokémon. En nog meer. De grote, met cirkeltjes bekladde gezichten giants, die slapen in de ruïnes. We weten allemaal wie dat zijn, jongens. De Reggie Pokémon. Oh, ik ben de baas blijkbaar. Hij bekroont mij tot baas. Nou, dat is helemaal goed. Als Peony al struikelt over steentjes, dan lijkt me dat op zich een goed plan. Hé, hey, we hebben een expeditie-uniform. Oh, kijk, nu zien we er net zo uit als Peony, jongens. Nice. Ja, het staat me goed, vind ik zelf. We krijgen nog wat aanwijzingen. Deze gaat over de koning van de Bountiful Harvests. En hij ziet er iets anders uit dan hoe ik hem me net had voorgesteld. Hij mist zijn kroontje. Legendarische tip nummer 2 gaat over waar de Legendary Giants te vinden zijn. Oh, oké. Die zitten allemaal dus verstopt in hun eigen ruïnes. Ja, nice. Cool. En de legendes van de vogel-Pokémon. En die hebben te maken met een hele grote mooie boom. Oké, dan. Hé, kijk, zie je? Dat is het hoofd. Dat is het hoofd van de King of the Bountiful Harvests. Nou, ik vind dit wel leuke kleren. Deze houden we lekker aan. Oh, en we krijgen gelijk een Master Ball. Nou, dat is ook lekker. Maar dude, ik heb deze nodig. Dit is het hoofd
het hoofd van de legendarische Pokémon. Pioni zegt dat dit zijn kussen is. Zijn kussen? Dude, dit is van hout. Dit slaapt toch niet lekker, jongen? Mag ik het meenemen, Pioni? Nee? Jawel, laat het me meenemen. Ik heb het nodig. Ik moet dat beeld weer heel maken. Ah, kijk, ja, oké, we mogen het hebben. Let's go! Nou, we zijn weer buiten, jongens. Ja, het is gestopt met sneeuw en zo te zien. Nou, dit ziet er wel uit als een lekker weertje. Kijk, dit zijn de tempels van de Regis. Ja. Nou, dan gaan we die eens even opzoeken. Daar is nog een andere boom. Die heb ik nog niet in de aanwijzingen gezien. En ja, nu gaat ons Crowtundra-expeditie echt beginnen. Kijk, en we moeten inderdaad eventjes hier naar dit beeld. Samen met Gabite. Kijk hoe vet die loopt. Toffe Pokémon, hoor. Oké, we zetten deze houten kroon erop. Ja, dit ziet er niet uit. Kijk. Dit is hoe hij eruit ziet. Dit is Calyrex, jongens. Althans, het is nog wel een beetje... Ja, ik weet niet. Het ziet er niet heel mooi uit. Maar hé, ik hoor geluiden. Ik hoor gewoon geluiden. Is die hier ergens? Houdt die ons in de gaten of zo? What? Ja, daar is die. Kijk, wat een vette Pokémon. Die is echt wel cool. Wacht. Zweeft die nou? Wow, yo, hij zweeft gewoon. Oké, laten we hem achtervolgen, jongens. Hij staat daar gewoon te chillen. Yo. Oh, hij heeft zijn rug naar ons toegekeerd. Yo, man. Hallo. Ik vind dit wel een gekke Pokémon, jongen. Hij heeft echt een groot hoofd ook. Of ja, ik weet niet wat het is wat er op zijn hoofd zit, maar ja, een kroon eigenlijk. Het is gewoon een soort kroon. En de mysterieuze Pokémon die wil mijn kracht even testen. Do you want to ready a Pokéball? Wil je een Pokéball gebruiken? Nou, is helemaal goed. Ik ga niet mijn Masterball gebruiken. Mijn Masterball bewaar ik voor shiny Pokémon. Wow, ik vind Calyrex echt wel een leuke Pokémon. Wat een muziekje ook. Echt zo epische muziek. Oké, laten we Dragon Rush gebruiken. Hij gebruikt Psyshock. Oh snap. Oké, die doet Gabite heel veel pijn. Oké, dit is duidelijk een sterke Pokémon. Oh, oké, Dragon Rush werkt niet. Nou, dat begint al gelijk goed. Gabite gaat denk ik down. Met een tweede Psyshock en dan is het gewoon over en uit. Ja, oké, doei. Oké, ik moet dus eigenlijk Bug, Ghost of Dark-type moves gebruiken. Want ik denk dat Calyrex een Psychic Pokémon is. Maar die aanvallen, die heb ik gewoon niet. Dus laat me maar even naar Mamoswine gaan. Mamoswine. Doe maar Blizzard of zo, Mamoswine. Hij is ook echt veel sneller dan ik. Welk level is die überhaupt? Gaat hij gewoon heel mijn team slopen of zo? Ik denk dat ik hem trouwens gewoon niet kan vangen. Dat lijkt me op zich logisch. Oh, wacht even. Blizzard is ook super effective. Dat is nice. Hij doet nu een Giga Drain. Ah, die is ook super effectief. Nee, joh. Dan is hij zeker weer helemaal vol nu. Maar ik denk dat ik hem dus sowieso niet kan vangen, omdat ik zijn level niet ken. Oh, hij is bevroren. Nice. Oké, nog één keer Blizzard erbovenop. Lekker, man. Dit is top. Hoppakee. Oké, ik zou hem nu moeten kunnen vangen. Oh, nee, niet. Kan ik geen Ultra Ball gooien? Ik kan geen Pokéball gooien. Oké. Nou, dan moeten we hem dus inderdaad gewoon verslaan. En Mamoswine, die gaat het gewoon fixen, jongen. Die heeft hem gewoon even bevroren. Lekker bezig, Mamoswine. Ik heb alleen wel mijn aanval gemist nu, blijkbaar. Nog een keer proberen. Blizzard! Yes! Oké, Calyrex. Zo doen we dat. Je bent wel echt een toffe Pokémon, jongen. Ik had echt geluk dat ik je heb bevroren, man. Hoeveel XP krijgen we? Wow, superveel. Behalve Gabite, want die is kapot. Maar wie ben je, Calyrex? Ja, ik versta hem natuurlijk niet. Hij praat Pokémon taal. Recrown. Sorry, man. I don't understand you. Yo, Pioni. Die komt ons even volgen. En die zegt... Ah, Chief, heb je net een Pokémon battle gehad? Ja, met deze legendarische Calyrex. Pioni zegt... What? Nee, wow. Oké, ze maken een soort van... Waar ga je naartoe? Wat doe je, wat ga je doen, Calyrex? Oh, snap. Oh, wat gebeurt hier? Oh, wat? Je gaat niet Pioni slopen, hè? Dat zou ik niet tof vinden. Dan ben jij in één keer gewoon een vet evil Pokémon. Een Pioni die zegt... een stevig lichaam. Zoals ik al had verwacht. Wacht even. Heeft Calyrex hier Pioni's lichaam overgenomen of zo? Pioni met een vraagteken die zegt... Ik hoop dat hij het niet erg vindt dat ik eventjes gebruik maak van zijn lichaam. Jij bent de Pokémon. Jij communiceert nu via Pioni. En hij zegt inderdaad... Ik ben Calyrex en ik ben bekend als de koning van de Bountiful Harvests. En ik heb het lichaam van deze man geleend... Zodat ik met jou kan praten. Ik ben je heel erg dankbaar dat jij dat beeld hebt hersteld. En heel lang geleden regeerde ik... over deze landen als een koning. En de mensen die offerden hun loyaliteit en hun respect aan mij. En hij zorgde ervoor dat de mensen te eten hadden, dus dat de gewassen allemaal groeien. Vandaar dus de Bountiful Harvest. Maar, jaren geleden zijn de mensen van dit land mij vergeten. Ze brachten me ieder jaar offers, maar zelfs die traditie die is nu gewoon gestopt. En het probleem is dat het geloof van deze mensen in mij, mij kracht geeft. Maar nu heb ik bijna geen kracht meer. En zelfs een loyale paard, die heeft
hem verlaten. Kellerwerk zegt, jij was in ieder geval aardig genoeg om mijn beeld te herstellen. En daardoor heb ik nu een klein beetje van mijn kracht terug. En daardoor kan ik dus weer praten via dit lichaam van Peony met jou. En hij wil me iets vragen. Oké, wat wil je me vragen, Kellerwerk? Ik ben blij dat je het gewoon netjes houdt allemaal. Ik moet voor eens en voor altijd weten of de mensen mij echt zijn vergeten. Probeer eens te praten met de mensen in dit stadje om daarachter te komen. Ik heb het zelf al geprobeerd, maar ze raakten in paniek zodra ik mezelf liet zien. En hij smeekt ons om hem te helpen. Nou, Kellerwerk, dat gaan we doen, man. Ik vind jou een baas. Ik vind jou super tof. We krijgen een nieuwe hint. Kellerwerk die verscheen dus toen wij de kroon plaatsten op het beeld. En nu moeten we meer informatie gaan vergaren. Oké, we gaan eens even wat mensen opzoeken hier in de stadje. Is er iemand buiten? Hallo? Jij weet waarschijnlijk niks, want jij bent gewoon een verkoper. Ik ga wel even wat ultraballs bij jou kopen trouwens. Hallo meneer. Was jij nou de burgemeester? Oh, deze gast wil gewoon zaadjes verkopen van wortels. Nou, geef maar. Hij zegt wel, ja, de zaadjes die zijn wel echt van grote waarde voor ons. Ik moet 8 dynamite ores brengen en dan krijg ik de zaadjes. Oké, niks over de koning. Laten we met deze twee oude dames gaan praten. Misschien weten zij nogal wat. Ja, kijk, die ene zegt de Pokémon koning. Ja, mijn oma vertelde altijd verhalen daarover toen ik nog klein was. Een oud sprookje eigenlijk. En het andere omaatje zegt, ja, de koning van de Bountiful Harvest. Ik geloofde wel dat het echt was. Want mij werd verteld dat als ik problemen maakte op het veld, dat de koning haar lichaam zou stelen. Oké, ja, zij weten dus nog wel wat. Weet jij ook nog wat, meneer? Hij zegt, nou, als die bestaat, waarom zorgt hij dan niet voor het land en waarom groeit er hier niks meer? Oké, hij is echt zijn geloof verloren. Het is niet heel erg handig om tegen een ijs-Pokémon te gaan vechten met een draken-Pokémon. Dus ik ga kijken of ik weg kan rennen. Ik kan gelukkig wegrennen. Want ik wil wel even weten wat deze Pokéball is. Wat is deze Pokéball? Een stukje van een charcoal. Charcoal. Ik zeg altijd charcoal, maar het is charcoal. Heb ik geleerd. Jongens, ik zet Nidoking even vooraan. Nidoking, kom jij gezellig met me meelopen? We moeten even voorbij deze Abomasnow zien te rennen. Die gasten die rennen ook als een malle, jongen. Laat me met rust. Oké, ik moet meer mensen opzoeken. Meneer de burgemeester, kan jij me wat vertellen over de koning van de harvest? Oh, hij zegt het is gewoon een toeristische attractie. Nee, joh. En hij zegt ook, ja, als de koning echt zou zijn, dan zouden er wel meer bezoekers komen. Oh, de mensen echt hun geloof verloren bijna allemaal. Zijn er nog meer mensen? Ja, daar zit ook nog iemand naast dit huisje. Ik heb nu iedereen bevraagd en we moeten nu terug naar Kellerwerk. Oké, Kellerwerk. Ik heb iedereen bevraagd. Ja, het ziet er niet heel goed uit. Sommige mensen herinneren je nog wel, maar alleen van sprookjes. Kellerwerk zegt, oh, menselijk kind. Dankjewel dat je hebt gesproken met de villagers. Hoe was het? Zei iemand iets over mij? Ja, dat zeiden ze wel, maar het was niet heel positief. En Kellerwerk die zegt ook, ja, zoals ik al had verwacht, niemand gelooft nog echt dat ik echt ben. De mensen van dit land zijn me echt vergeten. Kellerwerk zegt, nee, ik ga er niet rouwig om zijn. Ik ben de koning van de Bountiful Harvest. Ik weet beter dan dat ik op mensen moet rekenen om mij te herinneren. Ik kan gewoon niet vertrouwen op het geloof van mensen als ik mijn krachten wil laten herstellen. Als mijn loyale paard terug zou komen naar mij, dan zou ik weer wat kracht terugkrijgen. Is dat een Pokémon? Ja, het is een vierbenige Pokémon. En daarmee reisde ik door het hele land. Het is dezelfde Pokémon als die je ziet hier in dit beeld. We hebben heel veel dagen samen doorgebracht. Maar mijn kracht nam af en toen moest ik er wel afstand van nemen. En ik weet nu niet waar hij is. Zelfs als we erachter komen waar hij is, dan vraag ik me nog af of hij nog steeds loyaal is. Ik heb zoveel kracht verloren. Maar misschien weten de mensen iets over mijn paard. Oh, hij vliegt nu weg. Hij vliegt weg. Oh, dat was het. Zijn kracht was op, denk ik. Ja, en Peony die is weer terug en die denkt dat hij in slaap is gevallen. Nou, ja, hij voelt zich heel raar. Ja, dat snap ik ook wel. Oké, misschien dat mensen nog wel weten waar dat paard is. Deze mevrouw zegt dat hij een favoriete eten heeft. Maar ze weet niet meer wat het was. En de burgemeester die zou het moeten weten. Yo, burgemeester. Kunt jij mij wat vertellen? Oh, hij is niet thuis. Nee, joh. We moeten naar de velden in de Giant's Bed. Oh, moeten we terug? Oh, nee. De Giant's Bed is ook gewoon hier in het zuidoosten van de stad. Oké. Dat is dit grasveldje. We moeten door Frostpoint Field heen en dan naar de linkerkant. Oké, volgens mij moeten we dan deze kant op. Even de mayor zoeken. De Giant's Bed. Ja, dit is de Giant's Bed inderdaad. Oké, het is hier wel slecht weer nu. Meneer de burgemeester. Woe.
Glacian, hallo. Meneer de Burgemeester, waar bent gij? Ik kan ook gewoon niks zien nu, joh, omdat het zo slecht weer is hier. Ik ben in ieder geval de hele tijd naar links aan het gaan. Dit is best wel een groot stukje, hoor. Ah, kijk, hier is die. Hallo, Burgemeester. En hij zegt, ja, dit veld, dat ziet er ook al niet meer uit. Hier groeit gewoon niks meer. De landen in de Crown Tundra, ja, daar is geen hoop meer voor. En de burgemeester zegt, wat doe jij hier? Je wilt leren over het loyale paard van de koning van de Bountiful Harvest. Nou, hier gaat hij dat niet vertellen. We moeten naar zijn huis in Freezington. En daar zijn we. Hij zegt, heb je gezien wat er is gebeurd met het beeld van de koning? Zijn hoofd is super groot geworden. Ja, en dat is inderdaad hoe de koning eruit moest zien. De burgemeester die zegt, het lijkt er wel op alsof jij de koning met je eigen ogen hebt gezien. Ja, dat heb ik ook, vriend. Maar leer me even over dat paard. Hij heeft in een boek gelezen dat het paard alleen een speciaal soort groente had. Maar hij kan er niet zo heel goed meer herinneren. Dus we moeten zelf maar even tussen de boeken gaan kijken. En hier staat dat Shade Root wortels het favoriete type zijn voor ghost type Pokémon. Maar ijs type Pokémon, die vinden de Ice Root Carrots het lekkerst. Blijkbaar zijn er meerdere varianten van het paard. Het witte paard, dat vond de Ice Root Carrots lekker. En het zwarte paard, dat vond de Shade Root Carrots lekker. Oké, we hebben dus weer wat geleerd nu. We gaan naar buiten. En ja, daar is Calyrex opnieuw. Hij staat weer op ons te wachten. En dan gaan we in de volgende aflevering hiermee verder. Dan komen we erachter of we het witte paard of het zwarte paard moeten gaan zoeken. En ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor elke dag toffe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!